Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Elo. Vandaag gaan we het hebben over een strohoed. Waarom? Nou, het is aardig zonnig weer. Tussen alle regen door de laatste tijd. En ik ben zelf een van die mensen die nogal heel snel verbrandt. En daarom vaak een strohoed op heb in plaats van een pet of iets dergelijks. Deze strohoed komt uit Zuid-Frankrijk. Die mijn ouders een keer hebben meegenomen van hun vakantie. En ik gebruik hem eigenlijk vrij vaak. En waarom heb ik een strohoed in plaats van een pet meestal? Wel, verschillende redenen. Eén, hij biedt veel meer zonnebescherming. En twee, hij is veel luchtiger. Want als ik nou bijvoorbeeld een pet opzet, bijvoorbeeld deze hier, die ik toevallig nog had liggen, je ziet alleen het spul bij deze voorkant is beschermd. Zou ik even de zon aanzetten. Nou, nu heb ik dus de zon aangezet in de vorm van een erg sterke lamp. En je ziet alleen dit stuk is beschermd tegen de zon. En ik heb een bal in plaats van mijn eigen gezicht, omdat een bal makkelijker te filmen is en ik nou twee handen vrij heb. En dan kun je hem wel naar achter toe doen, maar dan heb je de voorkant niet beschermd. De zijkant en dergelijke. En deze dingen gaven mij nooit echt heel veel luchtigheid, dus ik kreeg altijd jeuk aan de kop. Dan hebben we nog wel deze, die ik ook nog had liggen, met het gaas erin. Niet heel vaak gebruikt, maar alsnog nog steeds verbrand altijd. Dus daar de strohoed. En je ziet, als ik het een beetje opdruk, zo. En je ziet, nu is al dit stuk is beschermd tegen de zon en een stuk meer van de tafel. Verder kun je hem ook nog naar achteren toe doen en dan blijf je ook nog steeds beschermd door de zon. Terwijl het lekker luchtig blijft door alle gaatjes erin en stro zelf ademt ook veel. Maar goed, de meeste mensen kijken je een beetje raar aan als je zo'n strohoed op hebt en je staat niet op het strand of zoiets dergelijks. Omdat het niet heel vaak voorkomt. Maar het voordeel is dat ik me niet altijd hoef in te smeren met deze hoed en gewoon er fijn mee in de tuin kan werken of wat anders. Ik had ook eens een keer, dan haak ik deze hoed op en de rest zei wat belachelijk en hun waren allemaal kaars verbrand en ik niet. Dus dat is altijd een voordeel. Tot zover over de strohoed. Tot de volgende video!